Ja, dames en heren, de wedstrijd Schluin SW is juist afgelopen. Het is 0-3 geworden. Ja, trainer Philip Daan, eerst zelf de zaken gewoon goed op orde en onder controle. Ja, precies. Dus dat is ten opzichte van vorige week tegen Hardingsveld is dat een duidelijk winstpunt. Want daar hebben we het gewoon in strijd, hebben we het af laten weten. Nou, we hebben vandaag, dat heb je kunnen zien, de eerste helft zeker strijd geleverd. Ga je met 0-0 de rust in. En dan hoop je dat dat een positieve boost geeft naar de tweede helft toe. Maar wat je daarna hebt gezien in de eerste kwartier, 20 minuten, dat we ongelooflijk moeilijk elkaar konden vinden. Dus we kregen aanval op aanval te verduren. En dat lag, natuurlijk ligt dat aan SVW, maar dat lag ook vooral aan ons. Omdat wij gewoon elkaar gewoon niet konden vinden en de bal niet vast konden houden. En de opbouw niet konden verzorgen. En natuurlijk ligt daar het storend vermogen van SVW aan de grondslag. Maar je moet wel op een bepaalde manier moet je er toch wel onderuit kunnen voetballen. Nou, dat hebben we de eerste 20, 25 minuten zeker niet gedaan. Ja, en dan is het eigenlijk wachten op een keer een moment dat het fout vanuit een aanval in ieder geval dat misschien wel tot een doelpunt leidt van SVW. Nou, dat gebeurde dan niet. Ja, en dan is het een strafschop die uiteindelijk de wedstrijd doorbreekt. En dat heeft alles te maken met dat ik natuurlijk ook wel zie dat SVW de tweede helft gewoon de bovenliggende partij was. Ja, hij moet er altijd nog wel in. En als het dan een strafschop is, scheidsrechter doet maar wat hij wil. Maar of het nou discutabel is of niet, maar het is wel vervelend voor ons. Ja, dat kan ik begrijpen. Ik moet hem nog terug zien, Philip. Dus ik weet niet of het terecht was niet. Ik kan mijn twijfels even zeggen, ook eerlijk. Maar goed, maar even op de eerste helft terug te komen. Want jullie hadden helemaal dat over is op het middenveld. Want dat hadden jullie echt. Daar wonnen jullie even de slag ook. Ja, maar goed, dat hebben we ook. Je leert van de wedstrijd ervoor. Daar hebben we tegen Hardingsveld de slag echt verloren. Dus je levert wat in op je. Hier haal je wat, daar breng je wat. En in dit geval laten we wat liggen in aanvallend opzicht. In ieder geval omdat we vanuit de organisatie van achteruit ook naar voren druk kunnen zetten. Met een goed bezet middenveld. Ja, dat hadden we wel in handen. Ja, we hadden daar strijd en daar ben ik echt gewoon tevreden over ten opzichte van vorige week. Maar ja, dan zie je dat je in de tweede helft gewoon tekort schiet. En nogmaals, ja, het wordt opengebroken door een penalty. En dan ook nog een schot van 30 meter. Ja, dat is wel even jammer. Maar ik vind dat mijn ploeg strijdend gezien ten opzichte van vorige week iets meer verdiend had. Maar uiteindelijk over de hele wedstrijd is het gewoon een verdiende nederlaag. Ja, dat ben ik ook al met je eens. Maar wat is dat nou, dat ongrijpbaar in het voetbal? Als je kijkt hoe zijn eerste helft hij dat wel allemaal kan opbrengen. Het zou ook wel een SVW leggen natuurlijk. Maar wat is dat? Is er ene keer gaat het even mis? Nee, maar zij leggen de tweede helft wat druk, wat hoger ook. Hè. En daar hebben wij gewoon wat moeite mee om eronder uit te voetballen. En dat is echt gewoon kwaliteit. Hè, dus kwaliteit die je moet hebben om een tegenstander lastig te maken. Dat als zij druk zetten, dat je met een paar paasjes dus tussendoor de aanval kan opzetten. Wat wij dan doen is heel snel de lange bal hanteren. En dat heeft alles te maken met het snelle balaanname, waar we voortdurend op de training ook mee bezig zijn. Ja, dat is een stukje kwaliteit en dat moeten we verbeteren. Maar ik ben echt, met 3-0 ben ik natuurlijk niet blij. Ik ga echt met mijn zakken vol gescheten ga ik naar huis toe. Want ik vind verliezen vind ik nooit leuk. Maar de manier waarop het gebeurt is jammer. Zeker om thuis tegen SVW te verliezen, maar goed hoort erbij. Maar ik probeer wel voor te beduren op jongens die echt willen. En die ook echt die strijd aan willen gaan. En dat hebben we in deze klasse echt wel nodig. Ja, dat klopt. Want je hebt nou ook 2 nederlagen en een gelijk spel. Ik het goed heb uit mijn hoofd. Dus 7 vriespuntjes. Maar goed, je hebt de strijd nu niet verloren. Zo is het ook nog niet hoor. Maar dan moet toch even weer doorgebeduurd worden. En ja, nee, dan kijk je op de eerste helft. Dan kun je denk ik ook alweer op doorbeduren. Nou ja, dat hoop ik. Ik hoop dat we die met elkaar ook in de kleedkamer, dat merkte ik ook wel, dat ook wel teleurgesteld. Maar dat we die lijn in ieder geval voort kunnen zetten. Want wat je nodig hebt, is minimaal, dat zeg ik elke week, je hebt minimaal net zoveel strijd nodig als je tegenstander. En dan zorgt uiteindelijk je individuele of je extra kwaliteit, die zorgt ervoor dat je de bovenliggende partij bent. Nou, daar hadden we vandaag geen recht op. En vorige week helemaal niet. Ja, en aan tegenlopen geven een 2-0 voorsprong weg. Dus ja, het is eventjes door de zure appel heen. Maar ik zie qua werklus zie ik vooruitgang. Oké, Philip, ik wens je veel succes de komende wedstrijd en ook bedankt. Oké, graag gedaan man. Ja, Tutu en Dona, trainer van SV, eerst gefeliciteerd. Het is een verdiende overwinning, laat me dat ook even zeggen. Maar de eerste helft hadden jullie het ook moeilijk, want Schluinen speelde goed uit de organisatie. Ja, zeker. Zij hadden een bepaalde strijdplan, dat zag je duidelijk terug. Zij wilden ons met agressief voetbal aanpakken. En dat hebben ze, denk ik, de eerste half uur heel goed gedaan. En daardoor, ze hadden ook natuurlijk omstandigheden met de wind, verder wind tegen. Dus, en daardoor konden zij continu in duels komen, omdat wij één ding vergaten, te voetballen. We vergaten gewoon te voetballen.
En wij speelden door de lucht, daardoor met hun fysieke ploeg konden zij daar continu strijd tegenover leggen. En daar hadden we heel veel moeite mee, de eerste half uur. Wij konden de vrije man op middenveld niet vinden. En ja, daardoor wordt het een vechtwedstrijd. En wij zijn een ploeg dat moet voetballen. En zij wilden een vechtwedstrijd van maken. Ja, dat klopt ook. Maar jullie hadden wel even het eerste half uur, dat hadden jullie zelf klaar. Was wel het middenveld waren ze de baas. Dan verloren jullie even de strijd. Ja, bij ons, wat ik zeg, zij waren fysiek sterk. En bij ons vergaten ze te voetballen. Ze hadden het lef niet om te voetballen. Wij moeten altijd elke week voetballen. En wij moeten elke week niet op 98% voetballen, strijd leveren of fysiek zijn. Nee, wij moeten elke week op 100% willen voetballen. En daar bedoel ik mee, ja, iedereen praat altijd over inzet is duels. Nee, inzet is dat mijn middenveld continu in beweging moet zijn. En durven de ballen te vragen, te verdelen. Ja, dan kunnen zij nooit eraan komen. Dan kunnen zij nooit in duels komen. En dat hebben we tweede helft wel gedaan. Klopt. Dus dat was het verschil. Dat klopt, die tweede helft was een heel ander verhaal. Jullie konden elkaar makkelijker vinden. Het ging ook sneller bij jullie. Ook ging het bij het kaarsje een klein beetje hebben schuimen, dacht ik. Dat kwam door de tempo waar jullie ook gingen draaien, denk ik. Ja, wij schakelden een tandje hoger. En daar hebben we de hele week al over gehad. Kijk, hier, als je hier speelt, zij willen in duels komen. Dus je moet het spel sneller verplaatsen. Je moet de vrije man vinden en vanuit het middenveld vandaan onze spitsen bedienen. En niet vanuit achterhoede onze spitsen bedienen, want dan komen ze in duels. En dat deden wij beter. Ja, dan zie je het verschil. Ik denk in Boris Pelman, eerste helft, heeft hij hier niet gevoetbald. En tweede helft zat hij gewoon bij de uitblinkers. Die was continu vrij. En die het verdeelde het spel goed. En dat is heerlijk om te zien. En dan komen die jongens als Hichem Farouk en Munir Alazouzi, Gino Dix en Ahmed Khalifi. Die komen 1-1. Ja, dan is voor geen enkele tegenstander leuk om het te moeten verdedigen. Nee, het zijn net sneltreinen sommigen. Ja, die rennen wel hard hoor. Dan moet je, ja, en dat deed Schelijn nu eerst zelf. Dan moet je compact staan, veel in duels komen. Goed klein houden. En dat deden ze in de eerste helft goed. En in de tweede helft spelen we ze uit elkaar. En dan komen die sneltreinen 1-1. Ja, dan denderen ze door. Ja, het enige waar je ploeg misschien nog kunt verwijten, dat je iets meer goals zou kunnen scoren. Ja, ik zeg net tegen je collega, ik denk dat Moenier vandaag 4 kan scoren. Hij maakte 2 heerlijke goals. Dus dat is al goed. Dus we hebben meer dan 1-0. We hebben gewonnen. Maar ik denk dat die jongens zich... Die konden zichzelf belonen, nog meer belonen. Alleen ja, als je 3-0 wint hier bij Schelijnen tegen. Ik las van de week dat zij de kampioensploeg zijn. Zij willen kampioen worden. En als je hier thuis met 3-0 wint, dan heb je het al heel goed gedaan. Ja, daar ben ik mee eens. Vorig jaar 3-2 verloren. En nu heb je hier revanche. Ja Bas, ik heb volgens mij vorig jaar tegen jou gezegd voor de vakantie. Na de wedstrijd tegen Arkel. Je was 5 keer gekomen, maar had 5 keer niet gewonnen. En nu, ja, nu begin je gelijk met de winst. Dus dat is het verschil. Ik denk dat wij ten opzichte van vorig jaar duidelijk beter zijn geworden. Achterin meer afspraken, meer goede afspraken, meer afstemming naar elkaar toe. Op middenveld, wat ik al zeg, met Boris en met Redwan die erbij zijn gekomen, zijn wij voetballend wel echt beter. En ja, voorin ja, met de Munir en een Gino, ja, dat zijn spitsen en dat zijn doelpuntenmakers. Geven ze een kans. Dan straffen ze af en waar de Hichem en Ahmed al. Ja. Dus wij zijn duidelijk als ploeg beter geworden. Alleen het is wat ik van de week aangaf. Je moet week in week uit 100% op kunnen brengen. En dat hadden wij eerst zelf. Ik zal niet zeggen, ik heb het tegen hun in de kleedkamer gezegd. Ik denk dat de jongens alles gaven. Alleen ja, ik miste iets in de eerste helft. En in de tweede helft hebben ze het geweldig hersteld. Ja, het klopt. Wat ik nog één ding wil zeggen, het is meer een team als vorig jaar. Vorig jaar hebben we een paar, hoe zeg je dat, tegenwoordig BV'tjes lopen. Maar tegenwoordig spelen ze toch wel meer als team, hoor. Ja, kijk, weet je wat er is, Bas? Kijk, de jongens die vorig jaar zijn weggegaan, dat waren gewoon goede gasten. Alleen, kijk, als je Moenier terugkrijgt met zijn ervaring en met zijn voetbalkwaliteit. Je krijgt een Gino erbij met zijn ervaring, met zijn kwaliteit. Je krijgt een Boris erbij.
dat zijn gewoon teamspelers. Die zijn van nature, die weten waar het voetbal om gaat. Voetbal gaat om winnen. En je wint niet in eentje. Er is nog nooit iemand, ja, misschien Maradona of een Messi die een team kan dragen. Maar je moet het altijd met 11 man doen. Nee, sterker nog, je moet het met de hele selectie doen. Met 18 man. En dan heb je ook nog de staf erbij. En die jongens, die begrijpen het. Kijk, ik heb tegen hun gezegd voor de wedstrijd. Ja, als ik een keuze moet maken. Nasser Moussati heeft geweldig gespeeld tegen Haddingsveld. Maar ja, die had vorige week een bruiloft. Daar komt iemand anders bij en die Gino laat het zien. Ja, dan moet ik een keuze maken. Maar ik hoop dat die jongens het hele jaar meegaan in het verhaal van het team. Maar ja, het scheelt natuurlijk als je elke week wint. Dus ik ben benieuwd wanneer we een tegenslag hebben, hoe ze eraan reageren. Maar ik maak die jongens mee de hele week. Dat zijn gewoon zeer prettige gasten om mee te werken. Zeg, Tuto, ik wens je veel succes. Ik denk dat het ook wel gelukt met dit team. Want je hebt gewoon een geweldig team. En we zullen ook in de toekomst zien waar het eindigt. Dankjewel Bas. Ik hoop het. Ik hoop dat ik straks einde van het seizoen aan je woorden mag houden. Dat we het gaan redden. Oké, dat mag jij. En het is ook wel leuk een keer een film tegen wonen. Dat is nog het allerbelangrijkste. Oké, bedankt.